ben gemoderniseerd. Ja, ik zie het. Danielle, vriendschappelijke wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Heel snel 2-0 voor. Tweede helft was iets minder. Ja, klopt helemaal. Ja. Werd eigenlijk tweede helft het initiatief van Nieuw-Zeeland gelaten, vond ik tenminste. Beetje gegokt op de counter, maar die kwam er niet uit. Ja, ik denk dat we gewoon geen voetbal meer echt aan het spelen waren zoals we kunnen. Heel veel gewoon de bal wegschieten en een beetje slordig. En ja, we kwamen iets te veel in de duels en ik denk dat het de eerste helft iets minder was. Hoe vervelend is eigenlijk om gewoon vriendschappelijke wedstrijden te spelen? Want er had een Olympische Speler kunnen zijn, dat is misgelopen. Nu zijn het alleen vriendschappelijk. Hoe vervelend? Ja, het is heel vervelend als je de Olympische Spelen mist. Maar het is uiteindelijk wel weer fijn dat je zulke wedstrijden kan spelen met Nederlands helftal. Daar worden we wel weer beter van en uiteindelijk hopen we toch wel op een hoger niveau te komen zo. Manon die heeft ondertussen afgehaakt. Waarschijnlijk zullen er geen anderen meer afhaken voor een EK. Maar dit team moet ook nog groeien naar de EK toe. Ja, ik denk als je naar de selectie kijkt dat er wat veel wat jongeren tussen zitten. En dat er ja, een paar wat ouderen tussen zitten. Dus het is een hele gevarieerde groep eigenlijk. En ja, omdat het zo jong is, denk ik dat het nog heel veel moet leren. Maar dat wil ook nog wel heel graag leren. In Engeland is ondertussen de competitie ook begonnen, voor jullie met wisselvallig, dus één winst en één verlies denk ik. Maar heb je al een indruk kunnen maken van de Engelse competitie? Ja, ik vind dat ik zelf nog niet echt heel veel indruk heb achtergelaten. In ieder geval ben ik nog niet echt in mijn spel gekomen, alleen moet mezelf wel wat meer tijd geven denk ik. En ja, op de trainingen gaat het al stukken beter, dus eerst maar eens daar. En je hebt dan ook nog een thriller gehad in de FA Cup. Uiteindelijk wel goed afgelopen met penalties. En nu een halve finale tegen Sunderland, dacht ik. Ja, klopt helemaal. Ja, was even spannend. Bekerwedstrijden gaan ons heel spannend af. Maar gelukkig halen we het wel. Nou, dan hoop ik dat ik jou zeker daar op Wembley kan zien. Want daar was ik vorig jaar ook. Laatste vraagje. Zondag spelen jullie in Eindhoven, jouw Eindhoven. Toch wel iets speciaals. Ja, heel speciaal. Ik vind dat echt super fijn en ik hoop dat er eigenlijk lekker veel mensen kunnen komen kijken en dat wij daar een mooie prestatie neer kunnen zetten tegen Canada. Oké, dankjewel en veel succes. Ja, dankjewel.